Hey allemaal en welkom weer bij mijn zondagochtendvideo over ontwijnen. Vandaag weer een filmpje over hoe je omgaat met je omgeving. Ik krijg hier ontzettend veel mails over van mensen die zeggen van ja, weet je, ik wil wel stoppen, maar ik kan het niet maken voor mijn omgeving. Mijn vriendinnen gaan het niet accepteren. Hoe moet ik dan al die etentjes doorkomen? Wat moet ik zeggen tegen mijn ouders, mijn schoonouders? Mijn andere familie, mijn partner, weet je wel, noem maar op. Nou is er niet één stellig antwoord hiervoor te geven, want het werkt voor iedereen anders. En sommige mensen krijgen heel veel weerstand en anderen juist helemaal niet. Wat ik wel heb geleerd met alle mensen die ik begeleid heb en zelf in de afgelopen 3 jaar waarin ik alcoholvrij ben geweest, is dat gewoon heel stellig zijn ontzettend goed werkt. Als je zegt ik drink niet en ik drink voorlopig niet, ik weet niet hoe lang niet, maar voorlopig niet en ik zou het fijn vinden als je dat respecteert. Dat zinnetje moet, naar mijn idee, genoeg zijn. En heel veel mensen gaan dan aan je vragen, hoe lang ga je dat doen dan? Maar je mag toch ook nog wel genieten? Is het leven dan nog wel leuk? Je kan er toch eentje nemen? Nou ja, goed, weet je, ik heb ze allemaal al gehoord. Maar probeer dan toch, en dit is om je te helpen zo'n avond gewoon makkelijker te maken, stellig te zijn en te zeggen nee, vanavond drink ik niet en ik weet ook nog niet voor hoe lang niet. Dat antwoord ik weet het niet is ook een prima antwoord. Want heel veel mensen zeggen van ja, je moet toch echt wel weten hoe lang en straks is het kerst of Pasen of meivakantie of zomervakantie in Frankrijk. Help. Kan toch niet alcoholvrij? Het is prima als je het niet weet. Dus wees daar ook oké over om te zeggen, jongens, ik weet niet hoe lang ik dit ga doen. Ik zelf ook zeg ook, ik heb geen idee, maar voorlopig moet ik er niet aan denken. Sterker nog, ik ben blij dat ik het niet meer hoef. Echte vrijheid, maar dat is weer voor een ander filmpje. Fijne zondag.